kijken naar een nieuwe video van mij. Vandaag heb ik echt een hele leuke video voor jullie, want er is vandaag namelijk iets speciaals. Namelijk, Nervan is vandaag 10 jaar geworden. Hij is dus vandaag jarig. En ik heb gisteren een ijstaart voor hem gemaakt. Dat is een soort van ijsblok met allemaal lekkere dingen in, wat hij dus op kan. Net als een soort van liksteen. Alleen, dat heb ik net uit de vriezer gehaald en dat ga ik jullie zo laten zien. Ik heb er ook een video over gemaakt, hoe je dat maakt. Dus als je die nog niet hebt gezien, kijk eens even in het i'tje. Of hij komt nog online, dat weet ik niet precies zeker. En die ga ik hem zo meteen geven. Op dit moment is het 35 graden. Het is mega warm en ik ga ook niks met een paard doen, want het is veel te warm. En ik ga zaterdag op vakantie, dus ik ben nu een beetje vooruit aan het werken met video's. Omdat ik anders niet helemaal uitkom. Oh, daar komt hij al aanlopen. Heel schattig. Ons jarig worstje staat daar. Nerf! Oh jee, wat zit je oor mooi. Gefeliciteerd, jongen. Ben jij nou echt 10? Ben jij nou een 10'tje? Oh, je oor. Zijn oor zit weer raar. Nou, kom maar. Heel erg zielig. Ik zag net dat Nerf zijn vliegenmasker de hele dag niet goed zit. Zijn ene oor heeft namelijk de hele dag dubbel gezeten. En ik mag er nu niet meer aankomen. Het is helemaal bezweet daar achter zijn oor. Ik vind het echt super zielig. Maar ik ga hem zo even uit de waai halen. Kan ik even goed kijken of er verder niks zit. En dan ga ik hem even zijn ijstaart geven. En ik ga nu jullie de ijstaart laten zien. Nou, jongens, dit is de ijstaart. En we hebben er een kaars op gezet. En hier hebben we een 10. Zo, eigenlijk hoorde die daarop, maar het past niet. Want hij is 10 jaar geworden en ik ga hem zo kijken of ik hem uit de vorm kan krijgen. En dan kunnen de paarden even lekker eten. Nou, dit is de taart geworden en ik vind hem eigenlijk best wel goed gelukt. Zoals je kan zien is de bovenkant, dit is niet helemaal, laat maar zeggen, nat. Of in ieder geval bevroren, maar hieronder wel. En als ik hem omdraai, hij is heel glibberig. Maar dan is het hier gewoon helemaal vol met fruit. Dus ik ga hem zo lekker aan Nerf geven. En het kaartje is omgevallen, oeps. En nu even kijken wat Nerf ervan vindt. Oh, hij is weg. Maar daar komt hij aan, Chaser. Hey! Heb je dat ding nou helemaal afgegooid? Ik heb taart! Voor je verjaardag! Oh ja! Oh, oh nee, nee. Kijk eens, Nerf! Hij denkt mijn taart. Taart! Is lekker bezig met zijn ijs, of niet met zijn taart. Is lekker, jongen. Hij is er wel lekker mee bezig. Echt een aanrader dit dus. Afsluiten, want het is heel erg donker buiten, jullie zien niks meer. Nervan heeft net gerold, ik heb hem net afgespoeld en heeft gerold, dus helemaal zwart. Maar ik ga nu naar huis. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen en te abonneren onder. En tot de volgende keer. Doei!